Hoi, ik ben Julia en welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Deze weekvlog begint een beetje gek, vandaar dat ik deze intro... Ik kan nog niet meer praten. Vandaar dat ik deze intro even opneem. Hij begint midden in een verhaal met filmen. Ik wilde eigenlijk, mijn intentie was om een day in my life te filmen, gewoon een routine. Maar toen dacht ik, laat ik gewoon maar lekker weekvloggen. Dus ik heb alles lekker gevlogd. Ik ga niet meer zo'n doen wanneer het welke dag is. Want volgens mij heb ik dat elke keer aangegeven. En het maakt ook eigenlijk niet heel erg uit. Het begint in ieder geval op 22 januari. En het is tot en met afgelopen zondag. Het is vandaag dinsdag. Dus veel plezier met kijken. En ik ben nu alweer bezig met een nieuwe weekvlog. En ik heb er super veel zin in. Want ik heb echt weer die motivatie gevonden. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Geef me tips onder in de reacties. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei! Can't help, I'm selfish. Want you offer me, you offer me, no. Zo, de afwas is gedaan, staat daar zo. En nu wil ik eigenlijk nog wat dingetjes voor school doen. Ik moet nog een interview uittypen. Die had ik laatst afgenomen. Of interview, afgenomen klinkt zo zakelijk. Maar ik had een interview gedaan met een vriendin van mijn moeder. En die heeft kanker. En ik heb haar geïnterviewd voor linda.nl. Dat is een opdracht voor school en kan eventueel gepubliceerd worden. Maar er zitten heel veel mensen op creative business, dus de kans is heel klein. En ik ga nog interviewvragen voor morgen voorbereiden. Want ik ga morgen nog iemand ook interviewen voor een andere rubriek. Want we moesten twee rubrieken doen. En daar ga ik ook trouwens eventjes wat voor uitprinten. Want dat moet ik morgen meenemen. En daarna ga ik eigenlijk alles even opruimen wat daar nu staat te drogen in het droogrek. En dan wil ik nog eventjes de was ophangen. En wat wil ik verder ook weer nog doen? We hebben trouwens een printer. Daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Want ik zit gewoon op een studie waar je best wel veel moet printen. Ik bedoel, HBO. Ik wil ook nog eventjes wat opnemen. Want ik moest nog wat voor Naked opnemen. Alleen ik ben één kledingstuk vergeten te filmen. Kom ik gisteren achter. En dat is echt een heel leuk kledingstuk. Dus die wil ik wel jullie laten zien. Dus die ga ik even aantrekken en dan film ik die nog eventjes. Zo, ik heb dat even opgenomen. Dat is dit shirtje overigens. En die ga ik nu eventjes bewerken. Of nabewerken. Eventjes knippen. Op mijn laptop. Dan stuur ik hem door naar mijn telefoon. En dan kan ik die stories aanleveren. Ik heb gewoon het interview met die vriendin van mijn moeder gedaan. En toen pakte het me ook wel heel erg hoor. Want ik hoor natuurlijk altijd de verhalen van mijn moeder hoe het met haar gaat. Maar... En toen kwam het heel erg bij. Maar nu zit ik het zeg maar opnieuw te typen. En ik moet gewoon elke keer dat ik denk... Het schiet... Elke keer schiet ik weer vol. Omdat het gewoon... Ja... gewoon niet te beschrijven of zo. Als je dan, het staat ook heel dicht bij me en het is even oud als mijn moeder, weet je wel. Ze heeft ook 3 kinderen en ook gewoon voor jezelf. Ja, ja, het is gewoon wel heftig of zo om dit dan op papier te schrijven alsof het niks is, weet je, gewoon voor een schoolopdracht. Volgens mij moet ik ook gewoon opgesteld worden, maar ja, dat is wel even lastig. Ik heb dus zo vaak dat ik veel te lang wacht met de was ophangen. Beweegt ook heel veel. Gaat zo echt zo heen en weer, heen en weer. Nee. Dat roept lekker! Nee, nee.
eens, hoor. Kom eens laten zien. Macaroni. Wanneer het gaat opschappen, je kan ook nog eens aan leven pakken. Moet je bek houden. Huiselijk geweld. Gescheld. Hebben we nou al ketchup in huis? Nee. Nee. Bij de Action hebben ze nog niet kopen. Heinz, volgens mij. Heinz? Ja, maar dan gewoon best wel goedkoop. Dank je, schatje. Ziet er lekker uit, hè? Ziet er lekker uit, hè? Ja. Ik heb gisteren superveel van mijn... Goedemorgen trouwens, het is vandaag vrijdag. Ik heb zo meteen tentamen Engels. Maar ik heb gisteren superveel van mijn SD-kaart afgehaald. En hij zegt nog steeds dat hij bijna vol is. Dus het is nu 9 uur. Ik moet ongeveer om 10 uur op het station zijn. Maar ik woon in de stad, dus ik ga nu even een nieuwe SD-kaart halen. En dan haal ik gelijk eventjes wat boodschapjes. Even wat fruit... Keelpastilles, want ik ben eigenlijk nog steeds een beetje ziekig. Maar ik wil het aan me gewoon doen. Ik weet niet of ik hem ga halen. Het zijn 85 vragen. En onze school heeft 0,0 informatie gegeven over die toets. Dus dat is top. Zin in. Nou, nieuwe SD-kaart erin. Ah, chill. Ik ben nog steeds echt ziekig. Ik heb even een mango gehaald, want dat vind ik echt super lekker. En deze, die is 1 euro. Mijn lifesaver vandaag. Oh ja, en deze, want deze is nog bijna weer uit de wc. Ik ga nu even kijken hoe je het makkelijkste mango opensnijdt. Mango. Snijden. Hoi. Hoi. Je had die dingen van 2019 nog niet binnen, toch wel? Nee. Ik heb toch dat voorstel gedaan te kijken of ze daarop zou reageren, maar dat hebben ze al niet gedaan. Wanneer is een mango rijp? En dan vraag je aan mij. Nou ja, één wanneer is een mango rijp? Als je een beetje in kan drukken. Ja, maar ik kan hem een beetje indrukken, maar niet op de Albert Heijn how-to snijden mango stond als die een beetje terugveert. Maar wanneer veert iets ooit terug wat fruit is? Ja, als je het gewoon een beetje in kan knijpen. Oh, zeg even hoi tegen mijn vlog. Doe maar even zwaaien. Hoi. Ja. Nou, mijn mango's zijn nog niet rijp, denk ik. Helaas, helaas. Dit ga ik meenemen. Ik heb 2 van die Belvita koeken mee. Ik heb brood met smeerworst mee, want dat vind ik echt super lekker. Of smeerleverworst, denk ik. Saksische leverworst. En ik heb 2 mandarijnen mee. Ik moet om 10:50 de trein hebben. Maar ik ben om 10 uur al op het station. Want Lies die gaat via Harderwijk reizen. En dat is voor mij natuurlijk super chill. Dus dan is het ook wel zo aardig als ik dan... Want zij is dan om 10 uur omdat de bus dan aankomt. Dus dan is het ook wel zo aardig als ik dan ook al om 10 uur er ben. Anders dan is het voor haar echt alleen maar kut. En dan de terugreis reis ik weer via Almere, want de reis die ik vroeger altijd had... Vroeger? Dat kan ik echt niet zeggen. Ik woon echt nog maar een maand hier, maar is goed. De reis die ik eerst altijd had, die gaat dan zeg maar via Almere. En dan met de bus naar Zwolle, maar diezelfde bus die rijdt dan gelijk door naar Harderwijk. Dus dan kan ik gewoon blijven zitten. En zo kunnen we nog alsnog een beetje samen reizen. En dan moet ik even plassen. Doei! Jullie willen gewoon het vlog op, weet je wel. Nee, dank. Ik krijg super veel honger van. Dat is niet waar. Ja, zeker jou. Hallo. Sorry voor het ongemak. Ik heb vanaf... Ik weet dat het donderdag of vrijdag was niet meer gefilmd. Volgens mij vrijdag. Want ik kreeg een keelontsteking. En dat was best wel kut. En ik heb nog steeds... ik had eerst heel veel keelpijn en... toen ben ik wel gewoon nog met vrienden geweest en de stad in en zo. Maar ik dacht zo, dit is echt wel heel pijnlijk, want mijn keel stond gewoon in brand. Totdat ik in mijn keel ging kijken met zaklamp. Dat ik witte puntjes achter in mijn keel zag. En Joelle die was hier. En die had ook een keelsteking gehad. Die zei gelijk, ja,
You got it. Ja, het is een keelsteking. Dus ik heb antibiotica gekregen bij de huisartsenpost. En nu zit ik aan antibiotica. En ik heb nog steeds best wel veel pijn. Ik ben ook nu, heb ook wel hoofdpijn. Dus ik ben ook thuis, niet naar school geweest. Gelukkig was het niet mega belangrijk. En ik regel wel gewoon dat ik alles af heb van het project die we moeten doen voor Linda.nl. En ik zou eigenlijk gisteren bij mijn ouders blijven slapen. Maar ik dacht toch, ik ga toch liever naar huis. Want ja, ik weet niet, dan ben je... Ik heb heel veel slechte nachten nu. En ik werd, was echt super schattig. Ik werd eergisteren nacht, 's nachts wakker om 4 uur. Of nou, ik was al heel veel wakker. En toen werd Stefan ook wakker van mij. Want ik was aan het huilen van de pijn. En toen zei hij, gaat het? Toen zei ik, nee, ik ben echt de uren aan het aftellen. En toen zei hij, kom, we gaan samen thee drinken, want anders ben jij in je eentje de uur aan het aftellen. En toen gingen we samen op de bank om 4 uur 's nachts thee drinken en Expeditie Robinson kijken. Dus dat was wel echt super schattig. En vannacht ook zat ik even rechtop om wat water te drinken. Toen zei hij, gaat het goed? Dus dat is echt super schattig. En ik zei, ik doe lekker rustig aan vandaag. Dus ik heb antibioticum en die moet ik volgens mij nu nemen ook. Ik vergeet de hele tijd hoeveel ik nou heb gehad, maar ik heb het vanochtend gehad. Mijn glas pakken. Nou, hij moet in de koelkast liggen. Ik weet ook niet echt waarom, maar oké. Even kijken. Oh ja, ik moet er even mee. Ik heb dan een uur niks eten. Of wel mee hoe lang de kuur is. Het is wel grappig, want kijk, dit, hallo? Dit, hier werkt mijn moeder bij Ace. Dus mijn moeder zegt, oh, wat heb je voor antibiotica gekregen? Antibiotica. Ik zeg, oh, Broxil. En daarna zag ik pas haar werkdingen staan. Ik zeg, oh, wat grappig. Het is wel heel fijn. We hebben allemaal klikjes in de vriezer staan. Dus ik ga niet koken vandaag. Ik heb gewoon het klaargezet. Ik moet alleen wel echt even een beetje gaan opruimen. Ik zal even laten zien wat voor een ravage het is. Maar ik heb zoveel hoofdpijn. Kijk. Die was van vanochtend. Die was van gisterochtend. Dit is van Stefan. Dat is van gisteren, dat is van Stefan en die is van mij. De klieren zijn ook helemaal bij het zien dat ze dik zijn. Ik weet het niet. Ik heb mijn slaapkus hier liggen. Maar ik heb daarom ook niet gevlogd, want het was gewoon, ik lag gewoon echt, ik had zoveel pijn. En het gaat nu gelukkig iets beter. Alleen qua ziek voelen gaat het slechter. Dus ik eet ook niet heel veel, ik heb niet zoveel eetlust. Ik zou ook even Stefan vragen of die kipsoep wil meenemen. Nou, Stefan kwam net thuis en hij gaat nu sporten. Maar ik heb veel te veel honger om daarop te wachten, dus ik ga de helft van de pasta carbonara alvast opwarmen en opeten. Even kijken. Ik ben heel blij, want ik mocht van mijn ouders, tenminste wij mochten van mijn ouders, nog een mooie plant uitzoeken. Op het moment dat ze zeiden, oh ja, mag je wel een plant uitzoeken voor je huis, waren daar geen mooie planten. Dus ik ben al gewoon heel eerlijk van ja, als ik er nu eentje ga uitzoeken, dan is dat omdat ik per se iets mag uitzoeken, zeg maar, iets mag uitzoeken. Dus ik zet tegen Stef, zeg even als je bij de deen bent, want hij had gesport. En dat is echt hier naar de wijk. Fucking wel leuke planten, dus let's go. Helemaal vergeten te vloggen dat we een plant hebben gekocht. Maar wij hebben een plant gekocht. Hij is echt super mooi. We laten hem zo zien. En wc-papier. We laten hem nu toch al zien. Anders kan ik maar. Oké. Okay. Tadaa. Maar we moeten hem nog uitpakken. En wc-papier, anders kunnen we niet meer kakken. Yay. Dan moet dat stokje er nog projectje. Kamer verbouwen. We wonen nog maar 1 maand hier. En Steven heeft altijd tegen mij gezegd, als wij samen wonen gaan we niet, zoals je moeder altijd doet, elke maand huis verbouwen. En voilà. En voilà. Gewaald. Hallo. Ik doe even de YouTube op de pauze. Het was maar liefst 2 uur klaar. Dus het was allemaal al. Mijn camera is leeg, dus ik moet hem even op de lader leggen. Maar ik dacht, ik
doe jullie even een update geven over hoe het met mij gaat. Ah, hier is nog een extra dingetje. Het gaat beter. Ik had nog wel keelpijn. Ik heb vannacht de longen aan mijn lijf geroest. Dat was wel heel vervelend, want ik dacht op een gegeven moment, wow, ik ga stikken of zo. Omdat ik, ja, het klinkt hartstikke goor, maar met heel veel slijm ging hoesten en zo. Maar ik ga nu eventjes twee batterijen aan de lader leggen. Ik ga nu eventjes ontbijten en dan zie ik jullie zo meteen weer. En we hebben het hele huis verbouwd gisteravond. Ik heb net lekker gedoucht en het gaat echt een stuk beter. En ik heb even de tonijnsalade gemaakt op grootste broodje. En nu ga ik even eten en dan ga ik naar Albert Heijn nieuwe wasmiddel halen. Zo, ik heb me even klaargemaakt en ik pak even mijn tas. En dan ga ik even naar Albert Heijn nieuwe wasmiddel halen. En ik denk dat ik ook wel gewoon heel veel de stad in ga. Oh, deze tas ook nog helemaal vol met shit. Zal ik maar zeggen. Oh ja, om alvast wat dingetjes te halen voor de housewarming. Want ik moet bijvoorbeeld plastic soepkommetjes hebben. En plastic glazen lepels. Want we gaan met z'n allen soep eten. Dat maakt mijn vader super chill. Heb ik al de plant goed laten zien? Hier, hij is zo tof. Ik vind hem echt heel ziek. Die hebben trouwens ook nieuw en ik heb hier alle drank neergezet. Daar mag wel wat meer bij natuurlijk. Oh ja, ik ga even mijn oorlopjes in, want ik kan eventjes geen koptelefoon op in verband met mijn piercing. Ja, meer uit mijn bek door die tonijnsalade. En ik ga zo meteen deze lavage ook even opruimen. Ik ga eerst even het huis uit. Even lekker frisse lucht. Want ik voel me voor het eerst weer goed. Tenminste beter. Iets beter. I'm back. Ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. Voor de housewarming kom ik deze alvast tegen bij de Aldi Heijn. Spruce Bunches. Badkamerreiniger, dat is de anti-kalk. Nou. Wasmiddel voor wit. Wasmiddel voor gekleurd. En ze ruiken lekker. Ik heb het gecheckt in de winkel. Het ruikt naar wasmiddel die ze bij Stefan thuis hebben. Misschien is het dat ook wel. Dit schijnt helemaal miracle sponge te zijn. Leuk. En die schuursponge is allemaal nodig. Popcorn is mijn lievelingseten. Dus dat. En ik denk dat ik maar zo meteen eens even een schoonmaak ga houden. De badkamer moet namelijk schoon. Of na de douche mag wel gewoon weer even een doekje doorheen, een wc'tje even doen. En ik denk dat ik een nieuw wasje ga draaien met deze wasmiddel. Want ik ben er echt klaar mee. Die anderen die ruiken gewoon niet lekker. En ze maken ook niet heel goed schoon. En we hebben nog best wel wat erin zitten. Maar ik denk dat ik die gewoon opberg voor als we echt eventjes... weet ik veel wat. Kijk, je kan natuurlijk daarmee wassen als je dingen van de douche, bijvoorbeeld de badmat of zo, en dan was gaat doen die niet echt per se lekker hoeft te ruiken. Maar je kleding en zo vind ik wel fijn. En deze was maar, hoeveel was het? 3 euro, 4 euro. En het is 2 liter. Dus dat is echt top. Before. After. Het eten staat al klaar. Ik vind het echt goor uit, maar het is echt lekker. Stefan is thuis. Stefan gaat weer weg. Want Stefan is stom en saai. En Stefan gaat elke keer als hij thuis komt weer weg. Neem jij naambrood mee dan? Zeg je? Neem jij naambrood mee? Nee. Waarom niet? Gewoon. Jij kan toch even naar de Deen? Nee, ik ga sporten. Ja, maar daarna? Nee, ik weet niet eens wat eruit ziet. Zo, dan hangt er een hele berg was. Ik zie er niet uit. Moet zo meteen even een naambrood halen. Zoals jullie net hoorden. En dan ga ik nu eerst eventjes
wat financiën dingetjes op een rijtje zetten. Niks heftigs, want ik heb gewoon een boekhouder. Dat is fucking chill. Ik kan dus nu weer zingen, dus ik lig de hele tijd zo in bed. Yay! Ik heb trouwens een 6 gehad voor mijn online marketing. Online marketing. En ik dacht dat ik hem niet had gehaald, want ik had dus die verhuizing en zo. En fucking blij. Nou, het gaat best wel goed met mij nu, dus ik hoop, ik denk dat je dit merkt. Avondeten rijst met pompoen linzen curry. Echt super lekker, hadden we laatst ook gegeten. Hé, meneertje koekpeertje. Hij heeft dat. Dus ik mag dit, mijn lievelingseten, met superveel zout. Dat is gezond. En wat gaan wij kijken? Married at First Sight. Dum, dum, dum. Hallo, ik ben Moega. Ik ben mijn make-up aan het doen. Mijn camera is goor. Het zit er ook in. Bah. Want ik heb vandaag weer school. En dat is echt langer dan een week geleden dat ik naar school ben gegaan. Een soort van vakantie gehad eigenlijk. Want we hadden alleen maar project. En aangezien ons groepje het echt fucking... Ons groepje was echt goed bezig deze keer. Want we hebben met het vorige project nogal wat gezeik gehad. Ik bedoel, degene die op hbo zitten of gewoon überhaupt in projecten werken is gewoon kut. Maar ik denk wel vooral als je op hbo zit, dan weet je dat... dat het gewoon kut is. Maar nu waren we met waren twee mensen gestopt uit onze klas met opleiding. Maar die waren toevallig allebei uit ons groepje. Dat is natuurlijk jammer als iemand stopt. Maar daardoor waren we wel met 4 meiden. En omdat we zoveel gezeik hadden gehad in het eerste project, waren we nu wel goed op elkaar ingespeeld. We kennen elkaars zwaktes. We kennen elkaars sterke punten. Is wel echt zo. Dus dat. Daarom was ik niet zoveel naar school geweest. Maar het is weer tijd. Steffi is al naar zijn werk. En ik... hoe laat is het eigenlijk? Ik heb ook pas om 12 uur school. Dus dan... Hoe laat moet ik ook weer? Mijn fietsding is gestoken. Wie heeft dat al verteld? Maar vorige keer, toen ging ik nog met de bus naar school. En toen had ik de beurtbus gemist. Omdat ik niet echt zag dat dat een bus was. Want het zijn meer... Echt busjes die je zelf zeg maar ook kan besturen. Van die kleinere busjes. Meer zo'n bestelwagen. Dus ik moet even goed opletten dat ik die nu wel neem. En dan heb ik alleen... Oh nee. Ik ben net even naar de Xenos geweest. En ik heb dit gekocht. Voor de housewarming. En dan ben ik nu in elkaar aan het zetten. Nice. En dan komt hier nog S en J. Ik ben nu aan het uitzoeken. En ik heb nog meer gekocht. Ligt daar nog wat. En er zit nog wat in de kast, denk ik. Ja. Deze nog. En deze. Ik ben nu bezig met die slinger. En die wordt uiteindelijk dit. Maar het is een beetje stom. Ik heb dat bij de Xenos gekocht. En die dingen, die gouden dingen, er zouden er 6 van moeten zijn. Maar ik heb ze nu maar gewoon moeten doorknippen. Omdat ik er anders maar 3 heb. Dat is best stom. Deze af, dus die ga ik ook zo meteen even goed maken. Goedemorgen. Ik ben wakker en aangekleed. Ik heb ontbeten en ik heb mijn make-upje gedaan. Mijn telefoon heb ik vannacht niet opgeladen. Fucking irritant. Ik ga nu even mijn spullen pakken, want ik heb vandaag mijn presentatie voor mijn project. Dan ben ik daar vanaf. Godzijdank. Ik had vanochtend weer keelpijn. Dat was wel een beetje kut, maar het is nu alweer weg. Dus dat is fijn. Ik ben mijn tas kwijt. Oh ja, dit heb ik aan. Deze. Is het eruit? Deze is van Stradivarius. Het zit heel strak in mijn broek, ziet het, lijkt het. Dit is zo'n kolletje. Deze is van Lovies. Deze broek is van Naked. Deze kettingen zijn van By Nook. En mijn oorbellen ook. Hi, ik heb gisteren niet meer gevlogd, want ik had school en daarna
tenminste niet heel veel gedaan. Ik heb vandaag een auditie voor een musical. Ik mag er niks over zeggen, denk ik, dus dat ga ik ook niet doen. Ik zeg alleen dat ik een auditie heb voor een musical. Ik moet in Amsterdam zijn. Mijn huid is zo onzuiver. Je ziet het nu niet, dat ik heb er natuurlijk make-up overheen gesmeerd, maar niet normaal. En ik moet weer met de bus naar het station, want mijn fiets is nog steeds natuurlijk lek. En ik heb nog geen tijd gehad om dat te regelen. Ik heb een USB-stick met muziek erop, wat ik moest meenemen. Ik hoop dat het goed is. Ik ga Als de avond is zingen en Ja, met de liefde van Maan. En ik heb een acteerstukje in moeten studeren. Ik denk wel dat het goed moet komen. Ik doe mijn broodje met tas, mijn water opnieuw vullen en mijn USB-stick meenemen. Dit heb ik eigenlijk altijd mee. Broodjes, koekjes, mandarijnen, deo. Hier zit dan bijvoorbeeld mijn oplader in. Er zit een tampon in, een parfum, water, portemonnee. En het is eigenlijk en mijn oortjes neem ik mee. Dus dat. Goedemorgen, ik zie er niet uit, maar ik ben bezig met de voorbereiding voor de housewarming. Beetje kut, want... de poot van de bank is af, dus mijn ouders komen wat eerder om dat te fixen. Ik ben ook aan het wachten op een pakketje van de ezels die nog binnen moet komen. En Steven is aan het sporten en voor de rest gaan we daar boodschappen doen. En gewoon alles regelen. Ik ga kijken of ik nog wat... er is nog eentje. Ik moet natuurlijk wel een opgeladen camera hebben, want ik wil wel heel veel foto's en filmpjes maken. En ik wil dat mijn pakketje komt, want dan kan ik even de stad in gaan. Ja, dat is ben ik nu aan het filmen? Nu ben je aan het filmen. Oh. Je moet ook kijken. Hij focust niet. Maar dat werkt niet. Hij focust wel op jou. Later. Nog steeds een beetje maar oké. Dit moet gevlogd worden. Ja, dit moet gevlogd worden. Part 2. Oh, dit is een vlogje. Ja, dit is een vlog. Volgens mij ben ik aan het filmen. Hi. Ja, ja, we zijn nu aan het filmen. Hey. Hoe gezellig is het, jongens? Oh, ja, hoe gezellig! Oh. Oh, ja, oh, ja, ja. Gaan we verder? Er zijn hier mensen ook een spelletje aan het doen. Superleuk. Kijk, Rowan, ik vind het ook heel gezellig. Dit mag niet op YouTube. Hallo. Rick, heb jij een cadeautje gegeven? Ja. En hoe vonden ze? Geweldig. Dat dacht ik al. Ja. Wat heb ik gegeven? Maar ja, iemand kan mijn cadeautje overtreffen. Wat jij hebt. Daar is hij. Dat ben ik ook niet meer. Monopoly. Helemaal niet. Niet. Jawel. Jawel. Rick heeft Monopoly gegeven. En dat wil Julia heel graag. Het staat daar. Zoom even in de edit. Editor, zoom even in. Julia. Hoe leuk is het? Heel leuk. Hey editor, doe even een explosie. Hallo. Is je bolshirtje aan? Ga je bowlen? Jullie gaan bowlen. Moet je zitten. Wat die leuk nou. Ik denk je dat je gaat. Jullie gaan bowlen. We gaan nog even lekker door. Maar we laten het voor jullie even hierbij. Hij doet het al. Oh. Film je al? Oh, dat doet hij wel. Gaat dit in de vlog? Ja, dat kan gebeuren.